Kamala Harris ging in een paar maanden tijd van een weinig zichtbare rechterhand van president Biden tot presidentskandidaat. Kamala Devi Harris is het kind van een Jamaicaanse vader en een Indiase moeder die allebei immigrant waren. Ze groeit op in het progressieve Californië. My name is Kamala Harris. I am the district attorney. Amerika leert haar kennen als scherpe ondervrager, als hoofdofficier van justitie en later als senator die Trump-ministers het vuur aan de schenen legt. I'm not able to be rushed this fast. It makes me nervous. En die zich niet de mond laat snoeren in debatten. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. He said he's going to repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. In 2020 doet ze een gooi naar de nominatie van haar partij, maar Biden wint. Hij vraagt haar als een running mate. You ready to go to work? Oh my god, I'm so ready to go to work. Ze winnen van Donald Trump. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. En daarmee wordt ze in 2021 de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS. So help me God. So help me God. Ze staat daarbij in de schaduw van Joe Biden, die haar moeilijke klussen geeft, zoals het aanpakken van de oorzaken van migratie uit Centraal-Amerika. Do not come. Ondanks die boodschap worden tijdens het presidentschap van Biden zo'n 7 miljoen migranten aangehouden die illegaal de grens oversteken. Harris komt als vicepresident pas echt op stoom nadat het landelijke recht op abortus wordt afgeschaft door een hoge rechtshof waar Trump rechters voor benoemde. This is a healthcare crisis. And we all know who was to blame. Donald Trump. Ze is de eerste vicepresident in de geschiedenis die een abortuskliniek bezoekt. How dare these elected leaders believe they are in a better position to tell women what they need. Terwijl een groeiend aantal Amerikanen zich ondertussen zorgen maakt over Bidens leeftijd, blijft zij toch achter hem staan. Tot de president zich terugtrekt uit de race en Harris naar voren schuift. And I want to say to the team, embrace her. She's the best. Met dan nog maar minder dan 4 maanden tot de verkiezingen moet haar campagne snel op gang komen. Borden en vlaggen worden bijgedrukt en donaties stromen binnen. Wat volgt is een wekenlange nek-aan-nek race die tot het allerlaatste moment spannend is gebleven.